Bas Krebas heeft de leiding met Ishiro Kina voor Ekke Oldersson, die de hele tijd al op zijn huid zit. En Ekke Oldersson die gaat sterk. Ekke Oldersson gaat nu Ishiro Kina weer onder druk zetten. Kleine lengte moet laten vallen. Gabor Reis en ook Hamilton Dark loopt in dit geweld een superkoers met achteren Hitman, Bogajar en Flavius Boko. Maar de strijd vooraan die gaat tussen Ishiro Kina en Ekke Oldersson. Ishiro Kina, de eerste uitdager van Ekke Oldersson, heeft nog steeds de leiding. Dat zou een stunt wezen als Bas Krebas hier voorop blijft met zijn Ishiro Kina. Hij heeft het tempo bepaald. Het is zeker geen gestolen overwinning. Hij gaat hier winnen. Bas Krebas met zijn Ishiro Kina. Ekke Oldersson loopt een geweldige koers en wordt tweede. Het is 5-9. En derde wordt Gabor Reis. Heel dapper gelopen. Paard nummer 3. 5-9-3 voorlopig. En wat een sensatie, dames en heren. Het hoofdnummer koers 6, de harddraverij en renvereniging Drachtenprijs. We kregen geen Battle of Zandvoort tussen Calamenta en Ekke Oldersson. Want Bas Krebas die had snode plannen met Ishiro Kina. Hij had als enigste van de favorieten het eerste band. En buiten die voordeel maximaal uit. Hij had de hele weg de leiding en wint hier voor stal PD. Ishiro Kina is een 4-jarige vosruin van Vivaldo Bello uit Avenue de Belloë. Gefokt in Frankrijk, trainer en rijder Bas Krebas. En ze krijgen hier een sierdeken om van Havens Diervoeders. Ook zij zijn hier actief als sponsor op Aduard. En omdat het... De lange afstandkoers is van vandaag en de meest langste afstand van Nederland en van Europa. De langste race die is in Alkmaar, dat is de 4,5 kilometer. En nadat Ekke Oldersson een startpuis kreeg in deze koers, wint deze koers tussen Ishiro Kina. En hij heeft nu ook een startplaats in de 4,5 kilometer. En dat is een koers waar trainer Bas Krebas en eigenaar Stal PD zeker naartoe leeft. Foto's worden gemaakt door Raymond Stromer. Bas, gefeliciteerd. Je had snode plannen vandaag. Nou ja, hij is op kop het beste. Ik denk, ik kan hard beginnen, kop pakken, wat tempo drukken en dan komt hij altijd in heel eind. Kijk, op Mönchengladbach won hij van kop af, laatst in BRL won hij heel sterk van kop af. Nou, hij laat ze mega opduwen, super karakter dit paard. Nou, heel blij met dit beestje. Heerlijk paard. Jullie hebben hem opgezocht in een claimkoers in Frankrijk? Ja, ruim een jaar geleden hebben we hem ook geclaimd in BRL, toen werd hij tweede. En toen vorig jaar had hij een aantal keer gelopen, maar hij wordt steeds beter. Nou, hij wint van het jaar meer dan €10.000, dus super. Super paard, en nu is een startbewijs in de 4,5 kilometer. Denk je dat hij er nog 2 kilometer aan vast kan plakken? Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik dat met hem ga doen. Ik weet het niet. Maar ja, dat is er een paar maanden verder. We gaan het zien. Kijk, hij is wel goed regelbaar, niet druk. En als ik tegen die tijd nog steeds de eerste band, misschien wel. Mooie puzzel, Bas. De grasbaan is ook een plek waar jij als stal op inricht. Fantastisch dat er weer Aduard weer bij is. Ja, zeker. Super weer. Veel mensen. Ze doen er enorm veel aan. En Emmel wordt ook weer 10 koers. Het is ongelooflijk, zoveel uitlotingen. Nee, ik ben altijd blij dat het is. Kijk, koers graag overal, maar vooral ook op gras vind ik fantastisch. Mooi succes. We hebben straks de amateurkoers. Kan Kisserijd een eerste kans spelen? Ja, maar die van Brian Vader is ook goed. En Brian is een stal in topvorm. En ik ben bang dat Kisserijd om Levi Europort heen moet de hele weg. Maar ja, hij is wel sterk. Mooi duel. Bedankt. Bas, gefeliciteerd. Ishiro Kina wint hier de harddraverij en renvereniging Drachtenprijs. Tweede wordt de nummer 9, Ekke Oldersson. Derde de 3, Gabor Reis. Vierde de 1, Hamilton Dark. En vijfde de 2, Hitman. 5, 9, 3, 1, 2 is officieel in koers 6. Bas neemt weer plaats achter zijn Ishiro Kina, die een mooie sierdeken op heeft van Havensdiervoerders. En Bas die gaat straks een lange ereronde voor u maken. En dan mag u in de handen voor de hoofdnummers van vandaag de winnaars Ishiro Kina en Bas Krebas. Vlag omhoog. En de start is gevallen met een goede start aan de buitenkant van Ishiro Kina en Bas Krebas. En die gaat inderdaad proberen om afstand te nemen van de rest. In het achterveld zijn we enkele mispassen van Calamenta. Maar Rob de Vlieger heeft zijn paard weer in de goede gangen. Ishiro Kina neemt in de eerste bocht de kop voor paard nummer 3, Gabor Reis. Daarachter zien we Hitman met nummer 2. En daarachter zien we Giel Wildhagen.
met zijn paard Hamilton Dark voor Jeroen Offeringa met Hulk Vrijenes. En daarachter zit de favoriet Echo Olderson. Die oriënteert zich op het moment al naar het tweede spoor. Met daarachter Flavius Boko, Bogajaar. En wel heel veel meters goed te maken op dit moment voor Rob de Vlieger en Kalaminta. Maar hij heeft straks nog 3 rondes de tijd om het verschil goed te maken met koploper Ishiro Okina en Bas Krebas. Bas Krebas voert het tempo met Ishiro Okina, die nog 3 rondes heeft te gaan met daarachter Gabo Reis. En op het moment zit er nu al tweede paard. Echo Olderson en Danny Brouwer met daarachter Hitman. Flavius Boko is op weg naar voren met daarachter Hamilton Dark. En daarachter weer paard nummer 4 Hulk Vrijenesse met Bogajaar en Kalaminta in de achtervolging. Bas Krebas houdt het tempo hoog met zijn Ishiro Okina. En hij wil zich zeker vandaag niet zomaar gewonnen geven tegen die favoriet Echo Olderson. Die natuurlijk hier de favoriet is in het harddraverij en renvereniging dacht de prijs. Echo Olderson won de laatste keer op Hilversum en is echt een macht op gras. En hij gaat het Ishiro Okina heel moeilijk maken. Hij voert de druk op, maar Bas heeft nog steeds de leiding met zijn Ishiro Okina voor Echo Olderson. Aan de binnenkant trekt goed mee Gabo Reis. Tom Kooijman heeft de handen vol met Flavius Boko. En ook John Dekker zit makkelijk achter zijn paard nummer 2 Hitman met achter Hamilton Dark, Hulk Vrijenesse. Aansluiting inmiddels voor Bogajaar. En ook Kalaminta ligt er vlak achter. En zij hebben straks nog 2 rondes te gaan. Bas Krebas leidt het veld met Ishiro Okina, een paard dat door Stal PD vorig jaar werd gekocht. En het al bijzonder goed doet met plaatsgelden in Wolvega en ook een overwinning in Frankrijk. Ishiro Okina heeft de leiding voor Gabo Reis aan de buitenkant. Danny Brouwer die op het vinkentouw zit met Echo Olderson. Met erachter Flavius Boko die een mooie koers krijgt voor nummer 2 Hitman. Hamilton Dark binnendoor Hulk Vrijenesse. Paard nummer 6 zien we erachter met Bogajaar. En ook Rob de Vlieger zitten met aansluiting met Kalaminta. Ishiro Okina gaat voorbij aan de startvakken aan de overkant. En Bas Krebas leidt het veld. Het peloton dat in aangesloten vorm samen ligt. 9 paarden op rij. 9 toppaarden die vandaag over het gras denderen van Aduard. Na 4 jaar hebben we hier eindelijk weer koers op Aduard. En de drassport die leeft in Groningen. Straks gaan we naar Eerem en vandaag genieten we onder perfecte weersomstandigheden van de koers in Aduard. Ishiro Okina heeft de leiding. Echo Olderson, de favoriet, ligt daar nog steeds achter. Met daarachter Gabo Reis. Flavius Boko, die makkelijk zit. Daarachter Hitman, Hamilton Dark. Hulk Vrijenesse, Bogajaar en Kalaminta. En we zijn benieuwd of een van de deelnemers straks naar de derde spoor trekt. En dat is op dit moment voor de tribune Kalaminta met Rob de Vlieger. Zou hij na die enorme startfout nog voor een stunt kunnen gaan zorgen? Rob de Vlieger denkt van wel en stuurt zijn Kalaminta in de aanval. En de paarden zijn in de laatste ronde. Bas Krebas heeft Ishiro Okina nog steeds attent en leidt het tempo. Ishiro Okina heeft de leiding voor Echo Olderson. Gabo Reis aan de binnenkant. Buitenom Kalaminta. Dat zou een enorme stunt wezen als die de paarden vooraan gaat kloppen. Ishiro Okina heeft de leiding en Echo Olderson daarnaast. Kalaminta maakt weer een foutje. Kalaminta maakt een foutje. En Ishiro Okina heeft de leiding voor Echo Olderson. Binnendoor Gabo Reis. Glap nummer 8. En Bas Krebas gaat straks de stalterreinbocht door voor de laatste keer. Glap nummer 4. Bas Krebas heeft de leiding met Ishiro Okina voor Echo Olderson, die de hele tijd al op zijn huid zit. En Echo Olderson die gaat sterk. Echo Olderson gaat nu Ishiro Okina weer onder druk zetten. Kleine lengte moet laten vallen. Gabo Reis en ook Hamilton Dark loopt in dit geweld een superkoers. Met achter Hitman, Bogajaar en Flavius Boko. Maar de strijd vooraan die gaat tussen Ishiro Okina en Echo Olderson. Ishiro Okina, de eerste uitdager van Echo Olderson, heeft nog steeds de leiding. Dat zou een stunt wezen als Bas Krebas hier voorop blijft met zijn Ishiro Okina. Hij heeft het tempo bepaald. Het is zeker geen gestolen overwinning. Hij gaat hier winnen. Bas Krebas met Ishiro Okina. Echo Olderson loopt een geweldige koers en wordt tweede. Het is 5-9 en derde wordt Gabo Reis. Heel dapper gelopen. Paard nummer 3. 5-9-3 voorlopig.